zaterdag 12 mei, dan wordt hier een nieuw oorlogsmonument in Rotterdam onthuld door burgemeester Abu Talib. En dat is ter nagedachtenis aan een bommenwerper die hier in de nacht van 12 op 13 mei 1943 is neergestort. Nou, dat was een Engelse soort Sterling bommenwerper. En die is vanuit Engeland in een formatie van 500 toestellen richting Duisburg gevlogen, 's nachts. En op de terugweg is het toestel alleen komen te vliegen en heeft via de route over Rotterdam geprobeerd het vliegveld in Engeland te bereiken. Maar hij werd vanaf Venlo achtervolgd door een Duitse nachtjager en die heeft hem boven de Kralingse Plas aangeschoten. En vervolgens is het toestel gaan cirkelen boven de stad en van 4 kilometer hoogte naar beneden gekomen en uiteindelijk hier op deze plek gecrashed. Een bommenwerper die boven een woonwijk neerstort, daarbij zou je verwachten dat ook de wijk wordt geraakt, maar dat is hier niet gebeurd. Het toestel is wel rakelings over de huizen gevlogen, heeft nog ergens een schoorsteen van een huis afgerukt, dus zo laag was het. Maar het heeft net in de lucht kunnen blijven tot dit pleintje. Of dat een bewuste actie is geweest, dat zullen we nooit meer weten. Maar er is de wijk wel een ramp bespaard gebleven. Alle 7 bemanningsleden zijn binnen een week begraven op de algemene begraafplaats. Een kleine kilometer hier vandaan. Dus je zou kunnen zeggen dat ze een laatste rustplaats ook in deze wijk hebben gevonden. Vroeger werd het verhaal van generatie op generatie doorverteld. Nou, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. We vinden dat het nu tijd is om het verhaal echt vast te leggen in de vorm van een plek waarbij uitleg wordt gegeven over wat hier in de wijk is gebeurd.